Staatsolie zal deelnemen aan de ontwikkeling van het eerste offshore olieproductieveld in blok 58... met het recht om tot 20% te participeren vanaf de ontwikkelingsfase. De geschatte financieringsbehoefte voor maximale deelname bedraagt ruim 1,8 miljard Amerikaanse dollar. Om dit te financieren overweegt Staatsolie verschillende opties, zoals obligaties, bankleningen, strategische partnerschappen of een combinatie hiervan. Een van de belangrijkste financieringsopties is een geplande obligatieuitgifte die in januari 2025 van start gaat en in maart wordt afgerond. Staatsolie wil de Surinaamse samenleving, inclusief huidige obligatiehouders, de mogelijkheid geven om een deel te nemen, net zoals bij eerdere succesvolle uitgiftes. De obligaties zullen in kleine coupures beschikbaar zijn, waardoor deelname toegankelijk wordt voor een breed publiek. De Surinaamse bank, DSB, is aangesteld als de arrangeur van deze uitgifte. Staatsolie benadrukt dat de rente en voorwaarden binnenkort bekendgemaakt zullen worden en in de tussentijd zal meer informatie verstrekt worden. Eerder uitgegeven obligaties uit 2020 met looptijden tot 2025 en 2027 blijven trouw hun halfjaarlijkse renteuitkeringen van respectievelijk 7% en 7,5% uitbetalen.